Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear. Elke dinsdag bespreken we de laatste tech gadgets een keer met betrekking tot games. En dat betekent, Tom, ja, die zit naast me. Dat betekent vaak, Tom, dat dat dus dingen zijn voor je PC. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een pokebal. Een pokebal, een rugtas voor de gamer. Een rugtas voor de gamer, het kan van alles zijn. Desk. Maar we gaan vandaag praten over de CK550, het betaalbare keyboardmodel ding van Coolermaster. Ja. En dan heb je het meteen over betaalbaar, dus dan heb je al zoiets van, oh, maar dat is hij niet mechanisch. Ha, psych! Hij is wel mechanisch. Dat is heel interessant. Coolermaster heeft zoiets van, hey, we gaan een keer ook een budgetmodel maken, maar dan wel zeg maar mechanisch, maar dan toch voor de prijs van zeg maar, nou ja, je kunt hem vinden voor zeg maar 80, 85, heel soms zelfs 75 euro. Dat is meestal niet de prijs waar je zeg maar high-end mechanische toetsenborden van ontvangt. Maar wacht even, Coolermaster dacht zoiets, we gaan een betaalbare toetsenbord maken, inclusief RGB, inclusief mechanische switches. Ja. Betekent dat niet gewoon dat dit een prijsdoorbraak is en dat nu alle andere partijen moeten volgen? Want hey, het kan nu ook goedkoop. Ja, nee, dus oprecht, ook als je een toetsenbord zo ziet en als je het aanraakt, heb je echt zoiets van, dit is best wel premium. Maar ook je hebt natuurlijk die aluminium geborstelde gunmetal aluminium behuizing. Dus het oogt ook inderdaad ook echt best wel premium en dan toch die prijs. En het zat hem al, ik zei het al in de unboxing, het zit hem in de switches. Het zijn inderdaad mechanische switches die je kunt krijgen in rood, blauw en bruin. En dan heb je zoiets van, hey, die ken ik. Dan denk je van, dat zijn de Cherry switches. Nee, het zijn Gateron switches. En dat is een soort van, ja, eigenlijk een kopie van de Cherry MX switches. Maar die zijn een heel stuk goedkoper. Maar die hebben dezelfde garantie van, zeg maar, 50 miljoen aanslagen. Dat ze dat gewoon doen. En die kleuren, die komen natuurlijk ook grofweg overeen met, zeg maar, de respectievelijke Cherry MX switches. Hoe die voelen en hoe die klikken en hoe die hoorbaar zijn. Dus normaal is een prijsdoorbraak, maar dan op het gebied van switches. Ja. Want zijn ze net zo goed. Dat is, nou ja, net zoveel aanslagen. Jij hebt het niet 5000 keer. Ik heb niet 50 miljoen keer een toets ingedrukt. Je kunt het ook niet bijhouden met de software, jammer genoeg. Maar nee, ik kan het verschil niet voelen. Wij hebben specifiek hier de rode gehad en die zijn gelijk dan aan de rode Cherry MX switches. Ik denk dat niemand echt zo meteen kan voelen, oh wauw, dit zijn in één keer hele andere switches. Kom maar in de comments. Ja. Jullie noobs, dat is niet echt. Ik voelde dat ik dan, wat is dit voor goedkoper troep? Ja, nou ja, ik denk dat er zullen vast wel toetsenbord fanatiekelingen zijn die zeggen van, nou, ik wil toch gewoon liever voor Cherry MX gaan. Al is het voor het merk, zeg maar, voor de prestige die dat merk heeft. Nou ja, betaal je dan ook veel meer voor. Dit zijn gewoon een soort van kopieën. Ik kan het verschil echt niet voelen. Ik ga niet pretenderen dat ik voel dat er net één newton minder kracht nodig is om hem in te drukken of zo. Zijn er van die mensen die op feestjes de vrouwen proberen te versieren omdat ze weten dat ze Cherry switches hebben. Ik heb cherries. Zal ik jouw cherry even... Ik heb mijn vingers precies getraind om de knop op het juiste moment in te drukken, maar dan niet door te drukken. Wow, en ik klikt ook. Ja. Maar goed. Nee, in dit geval niet, want dit zijn natuurlijk lineaire switches. Hè. Dit zijn de rode, dus die hebben dan weer geen... Die hebben geen klik en geen auditie of geen voelbare zeg maar, feedback. Ik vind dat altijd leuk. De klikjes zijn leuk, maar dan kun je natuurlijk voor de blauwe gaan. Dan krijg je de klikjes. Dan heb je ook nog de bruine. Die hebben die tactile bump. Dus dat je hem wel voelt, maar niet dat auditieve kluk kluk erin krijgt. Goed zo. We hebben het dus over een mooi toetsenbord. Er zijn een aantal dingen waar je kunt zien dat hij iets goedkoper is. Ja. Ik heb al iets gevonden zelf. Ja, hit me up. Zeg het. De rubberen kabel, inderdaad. Dat zei ik ook al in de unboxing, dat merk je. De rubberen kabel is wel, nou ja, de poort is wel zeg maar gold-plated. En dan zit ook mooi aan de binnenkant, zit zeg maar de voerkleur paars. Van Coolermaster. Dat is paars. Dus wat dat betreft zijn ze dan wel weer een soort van premium doorgegaan. Maar het is inderdaad een rubberen kabel. En ook de onderkant van de behuizing is dan bijvoorbeeld wel weer van kunststof. Terwijl dus die bovenkant wel die hele mooie geborstelde aluminiumplaat heeft. Maar ik ga je wel vertellen, aan de ledjes ga je niet zoiets hebben van dit is een budgetmodel. Nee, maar hij kan alles. Hij heeft full RGB. De software is natuurlijk ook al, dat hebben we vorige keer met de Coolermaster toetsenbord ook al behandeld. Ze hebben verbeterd de software. Ik zou zeggen, het is niet de beste software ooit, maar het werkt. En je kunt het dus ook nog eens compleet instellen met gewoon combinaties aan toetsen. En je hebt 4 profielen die ook onboard op het memory opgeslagen kunnen worden. Dus je hebt niet eens de software nodig. Als je eenmaal iets moois hebt ingesteld, dan kun je hem gewoon overal mee naartoe nemen, erin prikken. En je hebt je profieletjes. Dit ding heeft bizar veel functies voor het feit dat het zo'n budgetmodel is. Er zitten macro-toetsen op, die volledige verlichting. De behuizing voelt lekker premium aan. Het zit hem alleen in, ja, weet je krijgt geen USB pass-through. Je kunt niet je headset eraan koppelen en dergelijke. Nee. Wat dat betreft, nee, niet allerlei van dat soort dingen. Geen extra macro-toetsen. Maar hij heeft alles wat je wil als je gewoon een mechanisch toetsenbord wil. Dan krijg je ook nog eens een keer die volledige RGB-kleuren erbij. En dat voor 80 euro vind ik, ja, toch wel een doorbraak. Een prijsdoorbraak. Ja, een beetje rennerprijs. Op is op. Ja, doe het. Koop hem kassa nu. Koop je. Wees er snel bij. Slag. Ja. Op is op voor deelshop.
Hey, de CK550 van Koelemans, dankjewel. Ja, lees de volledige review als je er meer over wil weten. Maar in ieder geval, kort door de bocht. Ja, als jij denkt dat je het niet kan gaan voelen, als jij niet gaat pretenderen dat je precies het verschil voelt tussen een Cherry en een Gateron, dan is dit echt wel een mechanisch toetsenbord wat je zeker moet overwegen als je en mechanisch wil en RGB en gewoon een fatsoenlijk ding tegen een betaalbare prijs. Top, snel bij een nieuwe Gamers Net Gear. En als je nog vragen hebt of opmerkingen, of je hebt zoiets van, ha, sukkels, ze voelen niet eens het verschil tussen een Gateron en een Cherry, dat zijn de comments voor. Kom maar vechten dan. Ik vind het jammer dat je het niet gestopt had op het moment dat je zei, goeie prijs, goeie handel. Dat is gewoon, waar berg je hem op? Zeker makkelijk. In the lie. Zeker makkelijk, in the lie. In the lie. Hoppa. Oh, kut.